Waarom is handicap en seksualiteit zo'n belangrijk thema voor je geweest? Ja. Daar hebben we het vandaag nog niet over gehad. Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, seksualiteit is natuurlijk top, hè. Is een manier om je te kunnen manifesteren. En zeker in die tijd dat ik op de Maartsniek zat, was dat een heel belangrijk ding. Want je bent jong en je moet jezelf ontwikkelen en contacten opdoen. Ik was wat gefascineerd geraakt door een internaat dat vlak naast ons lag, voor moeilijk opvoedbare meisjes. Paula? Kom ik zo op. En ik dacht bij mezelf, ja, seksualiteit, dat zit ook in je. Hè? Ik bedoel, hebben jullie dat ook wel eens, dat je daar behoefte aan voelt, seksualiteit? Nee? Niet naar de zaal spelen, Jan, ik vroeg het aan jou. Oh, sorry. Ja, dat is een oude truc, hè? Ja, ik heb je door. Maar jij kent ze allemaal. Dus... Ik las iets over een kinderboerderij. Ja. Nou, ik zou zeggen, in het boek ben ik er heel open in. Barry, ik zal hem maar even Barry noemen, want zo wordt hij ook genoemd in het boek. Die ging met een meisje naar de kinderboerderij. En toen zei hij van, Jan, wil jij even buiten wachten? Ik was 14. En toen hoorde ik alle rare geluiden uit de boerderij komen, die ik niet helemaal thuis kon brengen. Maar niet de gebruikelijke kinderboerderijgeluiden? Nee, de kippen waren ook ontzettend stil. Ik weet niet waarom, maar... En toen kwamen ze met een rood gezicht naar buiten. En toen zei Barry tegen mij, Jan, wil jij even kussen met Jacqueline? Nou ja, 14. Mooie blonde meid. En nou, die kwam bij mij op schoot zitten. En toen heb ik de eerste kus gehad. En wauw. Dat was zo mooi, hoor. De vogeltjes die liepen en de kalkoenen die liepen heen en weer en noem maar op. Maar ja, wat had die knuppel gedaan? Die kwam iemand van het moeilijk opvoedbare in Berk en Beuk, heette dat in die tijd. Die kwam eraan en toen, ja... Toen zei hij, Jan is beneden. Ja, toen heb ik dus problemen gekregen. Ja, want ja, dat mocht niet. Hè? Dus je eerste zoen werd heel afgebroken door de leiding. Ja, veel verder is nooit gekomen. Ja. Nee. Want ik heb je boek uiteraard gelezen. En met ongelooflijk veel interesse ook. En ik heb heel hard zitten nadenken, hoe wil ik Jan hier nou vragen over stellen? Want we hebben ook een vlog iedere week. Dat begon dagelijks en dat is nu wekelijks geworden. Dus ik weet al best wel veel van je. Maar ik dacht, mijn gesprek is pas geslaagd als ik iets ga horen wat ik nog niet van je weet. En waarschijnlijk dus ook de zaal niet. Maar het eerste wat ik me eigenlijk afvroeg, en ik vind het een moeilijke vraag om te stellen, want ik heb op de Kunstacademie altijd geleerd dat je nooit aan de maker mag vragen waar je werk over gaat. Wat je wel aan een maker mag vragen, vind ik, is wat is je intentie om het te maken? En eigenlijk wilde ik je je vraag stellen, waarom heb je dit boek geschreven? Wat was het in jou dat je dacht, ik moet een boek gaan schrijven? Ja. Paul en ik hebben een tweeling gekregen. Sam en Jelte. En die zijn kort na de geboorte overleden. Sam die heeft heel kort geleefd. En Jelte is daarna ook overleden. 8 minuten en 8 uur. En toen ik daar was, toen had ik zoiets van, ik wil hun verhaal opschrijven. Dat heb ik beloofd aan de gynaecologen en aan dokter Spoorke. Hè, dat was onze gynaecoloog. Want dat verhaal vind ik heel belangrijk. Want een leven, of dat nou 8 minuten is, 8 uur of 80 jaar, het is een leven. Het zijn verwachtingen. En ik vond dat het boek geschreven moest worden. En dat had ook mee te maken dat ik heb heel veel jongeren die er nu niet meer zijn. Jongeren met spierdystrofie. Jongeren die nieraandoeningen hadden op de Maartskliniek. Jongeren die vol op het leven stonden en toch hier niet zijn vandaag. Zoals Frans. En ik wilde eigenlijk iets nalaten, zodat jongeren ook het idee hebben van, het leven is het waard om geleefd te worden. Het is het waard. En pluk de dag
pluk de momenten dat je hebt. Dat heb ik bij Jeroen, mijn grote vriend, broeder Tuk gezien. En dat verhaal wil ik vertellen. En ook jongeren de hoop geven om door te gaan. En dat je... Het is overleven. Wij zaten in de kapel op de Maartenskliniek. Zaten wij in de kapel en daar zaten we te wedden om een kratje bier. Wie de volgende zou zijn. En daarom heet mijn website en mijn boek ook Troost Overleven. En ik heb altijd geprobeerd om plezier te houden. En net als de scheert. Van, je komt momenten in je leven tegen dat het allemaal niet zo mooi is. En dan heb je vrienden nodig. Maar ik geloof, ook nog na 50 jaar, word niet gefrustreerd. En realiseer dat ook ik, de eerste keer dat ik ging werken, bang was. Ik was bang voor van die lopende mensen. Ik durfde mensen niet eens aan te spreken. Toen ik op kamers ging, was ik, hoe zou ik dat netjes zeggen? Ben ik helemaal van God losgekomen. Nou, het was het jaar 70. Ja. Ik heb in het boek gelezen dat je behoorlijk van God loskwam. Ja. Dus ik heb ongeveer wel alles gedaan wat niet zou kunnen. Iets met een luchtbux en een aquarium. Maar goed, dat is voor... Ja, een kleine spoiler. Ik heb ooit een keer, mijn vriendinnetje had uitgemaakt. En daar was ik emotioneel nogal door geraakt. En ik heb pillen van de dokter gekregen, maar ik heb de pest aan dokters en de pest aan pillen. Dus die had ik niet ingeslikt, maar ik dacht, nou, een goede fles vieux, dat helpt. En dat hielp ook, hè. Maar toen werd ik op een gegeven moment heel boos. En toen heb ik in mijn kamer met een luchtbux, het aquarium, mijn muizen aquarium, alles kapot geschoten. Totdat de volgende morgen mijn vader en moeder kwamen. Niet zeiden, maar me mee naar huis genomen hebben. Is ook een waarschuwing voor de mensen die het convenant hebben getekend. Hè? Want dat, is... dat het even duidelijk is. Je hebt het over dat je het boek hebt geschreven voor jongeren en om hoop te houden. Dat vind ik een hele mooie insteek. Hoe kijk je naar de nieuwe generatie, naar mensen met de leeftijd van mij en daaronder die in het activisme zitten? Hoe zie jij onze generatie? Ik vind dat het heel belangrijk is dat jongeren misschien niet meer in de belangenbehartiging terecht zouden moeten komen. Dat ze regisseur worden. Dat ze in theater iets gaan doen. Dat ze burgemeester worden. Weet je, dat soort dingen. Dat vind ik zo belangrijk. Want ik ben helemaal niet geïntegreerd, jongens. Ik ben belangenbehartig geworden. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik had ook veel beter iets anders kunnen doen. Maar ja, wat zeiden ze bij ons op school? Je moest maar achter de receptie gaan zitten. Hè? Nou, dat sprak me niet aan. Ik dacht, nou, dan ga ik wat anders. Dan ga ik me in de belangenbehartiging. Ga ik de wereld maar proberen te veranderen. Maar eigenlijk is het natuurlijk... Ja, jammer. Ik ben eigenlijk maatschappelijk werker. Had ik ook kunnen gaan doen. Dus jongeren moeten kansen pakken. En hun dromen achterna gaan. Ga je dromen achterna... Dat heb ik ook gedaan, hoor. Je moet je dromen... Ik wist zeker dat ik getrouwd zou worden. Klinkt bijna arrogant, maar... En ik wist niet zo zeker of ik kinderen zou krijgen... Maar die hebben we ook gekregen. Maar dat vind ik het belangrijkste. En hou de lol erin. Hou de lol erin. Dat is echt wat ik mee wil geven. En neem jezelf ook niet serieus. Dat heb ik nooit gedaan. En dat hebben sommige mensen bij mij ook niet gedaan, eerlijk gezegd. Maar... Nou, dat ze het misschien vaker hebben moeten doen. Weet ik niet. Maar dat is de missie die je jongeren geeft. En ik vroeg jou, hoe kijk je naar jongeren? Hoe kijk je naar mijn generatie en daaronder? Want jij bent letterlijk van de bossen gekomen. Ja. Je hebt letterlijk in instellingen gezeten. Nou ja. Je hebt een enorme transformatie meegemaakt waar we nu zijn. Weet je, de jongeren die mij het dichtstbij zijn Ivar en Jeske. Mijn kinderen. En ik zie aan hun hoe ze knokken in de samenleving iets gaan tekenen. Jeske vaak vanuit bed. En die is... Ik begin toch ook weer met de belangenbehartiging te doen. Iets met zorg, iets met... En denk van, als het dat je droom is, je moet je dromen achterna gaan. En ik vind jongeren, vind ik top. Ik zou eerlijk zijn, dat vind ik wel lastig om te zeggen.
Ik kreeg in september een TIA en een herseninfarct. Ja. En in één keer wist ik dat ik geen jong gehandicapte meer was. Ik bedoel, echt waar, als ik binnen mijn eigen... Je krijgt nog waai ook, toch? Daar heb je wel recht op. Ja. Zolang je daar recht op hebt. Ja, nou ja, dus ik ben ook nooit daarmee bezig geweest. En als ik bij mijn vereniging van osteogenese perfecta kwam, ging ik bij de jongeren zitten, want ik vond die oude mensen vond ik niet zo leuk. Ik ging altijd bij de jongeren liggen kloten, als daar het bestuur aan het vergaderen was. Dus ja, ik voel me eigenlijk nog steeds jong. Ja. Ja. Als je terugdenkt, hè? We zijn 50 jaar geleden, was je hier ook bij de Lindenberg. Daarbuiten, moet ik zeggen. Je was nog niet binnen. En als je nu nadenkt en je probeert je die Jan van 50 jaar geleden voor te stellen. Zou die Jan nu blij en tevreden zijn met te weten dat jij hier nu 50 jaar later in deze setting zou staan? Nee, ik heb altijd bedacht dat ik hier wel directeur zou worden, dus... Missie gefaald. Missie gefaald. Maar serieus, als je nu je jongeren zelf even in de ogen moet aankijken, zijn er dingen waarvan je dacht, dit is waar ik wilde zijn? Of had je inderdaad, was je ambitieus? Nou ja, weet je, dat zeg ik ook wel in mijn boek, maar ik werd opgeroepen voor militaire dienst. In die tijd had je dienstplicht. Ja. En toen ben ik hier naar de Limburgskazerne gereden met mijn peddelwagen. En die man bij de poort, die zat me heel raar aan te kijken, want ik vroeg al naar... En dan kom je daar, een grote trap voor de Limburgskazerne. Ik weet niet of de Limburgskazerne... Grote trap, en er stond een dokter bovenaan. En die zat me uit te bulderen wat ik daar in godsnaam deed. Je werd echt uitgekafferd, ja, zeg. Ja. En dan denk ik van... Ik dacht echt, nou ja, je hebt tanks, dan kun je zo achterin rijden. Dus, en ik wou mijn burgerplicht doen. Ja, maar het is nooit geworden. Maar ben je dan rebels of naïef? Op dat moment was ik naïef. Ik kreeg een oproep en ja, ik dacht, als ik generaal ben, dan zit ik toch in een bunker. Dus dan wil ik zijn. Ja, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. En ja, dat leek me leuk om het vaderland te dienen. Wat ik me ook nog heel erg afvroeg was... waar ik me geen voorstelling van kon maken, is je bent, of het is eigenlijk meer een gedachteoefening die ik wil doen. Je bent, wat ik ongelooflijk ontroerend vond, is dat je begon aan het leven letterlijk toen de Methuselscholen opkwamen. Dus je hebt een enorme tijdspanne meegemaakt en een enorm belangrijke periode. Komt er nog een grotere omslag aan, of ben jij eigenlijk wel de generatie die de allergrootste omslag in het gehandicapte belangenwezen heeft meegemaakt? Nee, we moeten terug naar waar ik vandaan kom. Ik heb op een gewone reguliere school gezeten, tot mijn derde jaar. Een christelijk protestante school. Zeer christelijk, overigens. En ik zat er gewoon in de klas. Tenminste, als ik niet in het ziekenhuis lag, hè, want daar lag ik meestal. Maar in één keer kwam het ziekenhuis en toen moest ik naar mijn Methuselschool. En dat heb ik nooit begrepen. Echt niet. En ik denk dat als we echt een stap moeten maken, dan moeten kinderen met een handicap moeten die overbescherming moeten vanaf. Mensen met een handicap hebben het recht om op hun bek te gaan. Dat vind ik echt. En dat zeg ik ook tegen ouders. Ik zeg dat ik zelf ook wel die fout gemaakt toen ik een kind kreeg. Hè, dat je overbeschermend bent. Maar het is zo belangrijk, hè, dat je samen die wereld in gaat. En daar geloof ik nog steeds in. Hebben jouw ouders dat gedaan, voor je gevoel? Mijn ouders hebben echt geprobeerd me altijd zo gewoon mogelijk te laten opgroeien in de wijk. Ze hebben nooit geweten wat ik allemaal uitvrat, maar dat hebben ze al geprobeerd. Maar op een gegeven moment zeiden de dokters, Jan moet het van zijn hoofd hebben en hij moet gaan studeren. Ja, sorry, ja, dat is ook zo. De dokter had het fout.